Hilde van Wezepoel, Noord in de Moor. Jullie hebben hier de première van Singing in Rain achter de rug. Ja, hoe was het, Noord? Het begon letterlijk met Singing in the Rain, maar na een half uurtje was het eigenlijk ja, gedaan. En dan waren we, ja, we waren goed op dreef eigenlijk al van het begin. We waren in vorm en het is voorbij gevlogen. En de reacties van het publiek waren ook heel fijn. En nee, het was een feest. Het was echt een feest. Hilde, jij bent de kleinste, zal ik zeggen, van de hoofdkast, maar jij had wel het grootste geluid. Kan je dat nog eens een keertje voordoen, hoe dat gaat? Hoe moet ik dat echt doen? Maar ze zijn daar aan het opnemen, hè? Die gaan verschieten. Hè? Wacht, hè, wat moet ik zeggen? Mijn vader heeft mij uitgeuwelijkt aan baron de Lansfield en ik kan hem niet uitstaan. Prachtig, hè? En ja, hoe was het voor jou om dat vol te houden, heel het stuk? Oh, dat is geen probleem. Ik ben er al een tijdje mee bezig om ook het naar het dialect te vertalen. En ja, dat groeit, hè. Je bent er mee bezig, je wordt ervan wakker. En dan denk je, oh, ik kan misschien die klanken zo en zo. Ja, overmeers is overmeers, hè. Dus. Maar het was zalig om... Het is zalig om te spelen, echt. En we zijn zo omringd door heel veel enthousiaste mensen, professioneel goede mensen. Ik ben heel dankbaar voor heel de ploeg. Die werken hier echt dag en nacht. En je ziet dat. Dat is niet alleen ons die je ziet, maar het is ook echt... Iedereen achter de schermen en regisseur, choreografie, er is zoveel, komt zoveel bij kijken en die hebben echt alles gegeven.